Je hebt geen bezoek gebracht aan Dordt als je niet in de Grote Kerk bent geweest. Ja, als ik hier de Grote Kerk binnenkom, dan komen overal verhalen op me af. De pilaren bijvoorbeeld, dat zijn er 33. Nou, en ik wist dat nooit, maar dat is dus het aantal levensjaren van Jezus. Maar ook bijvoorbeeld het houtsnijwerk hier op de banken, dat allerlei Bijbelse voorstellingen laat zien. Maar ook geschiedenisverhalen, de Sint-Elisabeth-vloed. Nou ja, het houdt niet op. Is er nou eentje die eruit springt voor jezelf? Nou, ik vond als kind dat de stadsbrand is echt een zo'n spannend verhaal eigenlijk. En dan zie je daar op het raam zie je zo'n vuurgloed dat de hele stad en dat de klokken uit de toren vielen. Dus dat vond ik altijd wel een spannend verhaal. Dordrecht en Willem van Oranje. Daar zit hij aan de avondmaalstafel. 1572. Nog maar net in gebruik de kerk als protestantse kerk. En Willem van Oranje bezoekt hier de Grote Kerk en neemt deel aan het avondmaal. Overigens, het lijkt een raam wat al oud is, maar daar vergissen we dus in. Hij is van 1950 pas geplaatst. En deze man heeft alle gebeurtenissen van Dordrecht in één raam ondergebracht. Nou, daar is hij enorm mee ingeslaagd. Nou, dit zijn mijn favorieten. Dat houtsnijwerk op die oude banken, 600 jaar oud. En bij elke bank verschillend. Dordt en de Grote Kerk. Dordt en de synode. Dat zijn begrippen. Ja? Dus dan moet een bezoek aan de Grote Kerk wel op het lijstje staan. Hier is de temperatuur altijd goed voor een bezoek. Nooit te warm, nooit te koud.